kijken of het een beetje licht is. We kunnen even naar de lounge room gaan. Ja, dat is goed. Hey, Johnny. Hi. We're gonna explain what happens when the film is. Wat ga je doen? We gaan even uitleggen wat gebeurd is. Wil je erbij zijn of niet? Nee. Is het interessant voor mij? Ja, maar je bent toch een onderdeel van dit, toch? Zat hij aan? Ja. Hij staat aan. This is dialogue. GR to GR. Now, normally we're all about respect. Voor mij vind ik alles over. Respect zelf. Vanavond, voordat onze set begon, gebeurde iets wat in principe voor mij de aanleiding was om even uit mijn veld te springen. Wat niet goed is. Listen up, I apologize. I already apologized to the organization for that. Because I'm a peaceful man. And GR to GR is a peaceful man. Hold up. Er komt iemand naar me toe lopen. Naam en toenaam ken ik niet. Maar ik beschuldig niet zomaar iemand van iets. Want daar staat hij. Let's go. Het is een constructieve film. Dat je een oplossing te vinden. En even uitleg te geven wat er gebeurt. Onze set is aan de gang. Je bijt is aan het draaien. Suki is bezig. Chinelle is lined up. En we krijgen te horen van, hey jongens. Jullie moeten gaan stoppen. The bass is too loud. I ask myself, the bass is too loud. What's the basis of hip-hop? En voor ons was ook nog eens een keer een urenlange reggae-sessie met bass. En op dat moment verloor ik het. En nogmaals, dat is mijn fout geweest. Dat is niet aan hun te crediten. Maar ik moest voor hip-hop opkomen. Bass is de essentie van motherfucking hip-hop. If you believe that, amen, my motherfuckers. En nogmaals, een hele respectvolle persoon. Oprichter. Een hele respectvolle organisatie samen zoek je een DRC. Deze dame die naast mij zit, totaal verkeerde indruk op deze manier van mij heeft gekregen, waarvoor mijn excuses. Maar de essentie van hip-hop kan niemand mij afnemen. En het is gewoon op een verkeerde manier aan ons aangedragen. Want als wij vanaf het begin hadden gehoord van jongens, hey, dit is jullie muziek, dit is het hart, of kan het op een andere manier? Natuurlijk werken wij mee. Dit is het oprichten van de tunnel. Natuurlijk werken wij mee. Wij werken mee met elke organisatie. Wel op een manier dat het respectvol gebeurt. En dat is deze manier niet gebeurd. Deze keer niet gebeurd. Dus nogmaals, mijn fout dat ik uit mijn veld ben gesprongen. En ik loop nu naar die persoon toe. En ik zeg oprecht, mijn verontschuldiging. Dat doet die manier. Geen probleem. Het is gewoon vervelend. Maar we willen allebei hetzelfde. There you go. Dus om dit te voorkomen de volgende keer, want wij willen blijven samenwerken. Ja. Je, nou, het lijkt ons zinvol. Als we elkaar nog niet zo goed kennen, dat we van tevoren met elkaar gewoon wat regels met elkaar willen afspreken. Mm-hmm. Wij willen gewoon dat het publiek weet je, het beste krijgt. Mm-hmm. Wij willen dat respect geven aan jullie en aan de organisatie. En wederzijds. En het moet gewoon op een andere manier. Want dit raakt ons in onze diepe ziel, het diepste van onze ziel. Als we op het punt staan om onze cultuur te representeren, dat wij op dat ogenblik in dit geval door jou tegengehouden hebben. Nee, niet tegengehouden. Het is gewoon, ik probeer binnen de maatstaven te blijven en wij hebben gewoon problemen. Ik begrijp het en ik respecteer het. Maar je begrijpt het natuurlijk ook. Wij zijn artiesten, wij doen dit al sinds 84, 88. Ginella zit hier, opkomende hip-hop artiest. Deze man zit hier al decades. Weet je wel, ja, super mooi. Op dat ogenblik, wanneer we klaarstaan om die strijd aan te gaan, klaarstaan om het respect te geven. Weet je, krijgen we zo'n boodschap te horen. En ik begrijp jou nu, ja. Maar op dat moment was het gewoon het verkeerde. Maar dat, net op het verkeerde moment met de verkeerde boodschap. Ik vind het oké. En daarom schud ik je graag de hand. En denk ik van, laten we het volgende keer beter uitkomen. Mm-hmm. En zeg maar, wij willen allebei het beste voor het publiek. Mm-hmm. Dus absoluut. Dit is respect wat wij geven aan deze organisatie. Respect geven aan mensen die meningsverschillen hebben. Respect geven aan de persoon die het niet op deze manier bedoeld had. En nogmaals, mijn verontschuldigingen hier. Maar ik vond het super dope, ondanks met dit begin erbij. Politie was helemaal shit toen ik kwam. Dikke shit. Wat is je naam eigenlijk? Sam. Dit is Suki weer de tunnel en dit is
wel herhaling vatbaar, maar gaan we eerst even om de tafel met de dingen bespreken. Gezellig, toch? Sorry, ja toch? Ja, wat, vond je, wat vond je van haar? Ja, zij was dood, niet? Ja, absoluut. Oké. Okay. Bang bang. Ja, nou, eind goed. Al goed. Alright. Yeah. Goed. Oeh. Thank you. Ik vind hem wel zo'n character wezen de hele tijd. Hij is niet goed. Hij is gewoon zo'n goede character. Gewoon. Yeah. Oh. Oh. It's a wrap. Okay, we out. Rest in peace, Artik. Ik mis je, Rens. Ja. De beste. Ja, man, Rens. Ik mis je ook. Yeah. Okay.